no process, bitch. 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 I'm the process, bitch. Bitch. I'm the process, bitch. Bitch. I'm the process, bitch. Eerste klant van de week, Elise. Je bent de start van deze week, maandagochtend. Elise Klingerman. Bam! Kijk, die spieren gaan dan! Onderweg naar personal sessie. We hebben zometeen één les buiten. Met Lisanne, nieuwe klant. En daarna hebben we lekker tijd voor een bakje koffie. En dan heb ik twee meetings op de club. Ik krijg net een appje binnen. Ze zegt kindjes naar school en dan kom ik eraan. Oh, leuk. Ik heb er zin in. 3, 2, 1. Kom maar. En door, 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 door. Kijken waar je naartoe gaat. Door, 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 door. Bam. En aan. Waar is, dat café? Waar is dat café? Nummer 1 in Den Haag. Jongen. Sowieso. Wat wil je drinken? Ik heb een lakje bij de haast. Ga maar leuk. Thanks, man. Ik ben zo gelukkig. Als het zonnetje schijnt, is alles goed. Ik ben nu aan het bootcamp geven op het Malieveld. En het is heerlijk. Volle bak met mijn zonnetje in het gezicht. En de skyline in mijn rug. En de bootcampers die aan het dikken zijn. Heerlijk, jongens. Zo, voorbereidingen gedaan voor de kids bootcamp voor zometeen om 2:30. En nu even lekker naar huis, want Elise gaat nog even een broodje maken. Lekker trek, iets lekkers, goed broodje. Kids bootcamp, vonden het zo leuk. Zelfs ik heb genoten. Super tof. Wat gaan we doen? Raften. Raften? Mooi. Ja. Keien, iedereen het water in. Ja? Ja, allemaal. Minimaal iedereen, ja. Keihard. Tot zometeen, jongens. Aangekomen op Hoek van Holland. We gaan zo meteen raften met een groep. Ik ben met mijn collega's, zijn we alles aan het klaarleggen. Super veel zin in. Yes, show you the shit. Wetsuits. Voor als ze het koud krijgen. Peddelen. Wat gaan we doen vandaag? Raften, jongen. En hard ook. Voor als ze gaan verdrinken. Vesten. De boys leggen alles boot al klaar. Nou, onze oude rafter. Ik heb er zin in! We hebben onze andere effectieve rafter. Effectief, we zijn heel effectief. Dit is de ultieme warming up. We hebben een groep van 20 mannen en we gaan ze helemaal afmaken. We hebben er zoveel zin in. Nou, gelukkig. Ik ook, jij ook? Nee.
Nee, nou, ben je van homo. Jij? Ik ben al helemaal afgeraft. Hij is helemaal afgeraft. Zo, alle raftspullen weggebracht. Nu onderweg naar de stad. Afspraak met Elise, meeting. Om even weer een paar uurtjes te werken. En daarna lekker naar huis koken. En daarna lekker relaxen. We zijn onderweg naar Noordwijk, naar de survivalbaan. Het is best wel druk op de weg, dus ik hoop dat ik op tijd ben. Ja, ik denk het wel. We gaan knallen! Strakke bocht. Heerlijk. Het was heerlijk. Noordwijk, bootcamp, survivalbaan. Het was heerlijk. Deelnemers vonden het super tof. Ik heb alleen maar grote glimlach gezien van oor tot oor. Dus dat betekent voor mij geslaagd. Het is zaterdagavond en we gaan met z'n drieën naar de film. Ik, Elise en de derde wiel aan de wagen, Linde. Nee hoor, je bent echt wel welkom. En welke film gaan we kijken, dames? King Arthur. Charlie. Charlie. Hij begint over 5 minuten, dus we moeten haasten. Dus we zijn zoals gewoonlijk en nog precies op tijd. Elise, zo is het eigenlijk. Elise, wat vond je ervan? Ik vond het echt heel cool. Hij was echt heel goed. Echt heel goed. Linde, hoe vond jij de film? Cool. Ja? Charlie was... We hebben nog iemand in beeld. Sexy. Maar wel een beetje laat, hè? Jongens, nog een hele fijne weekend. Geniet nog van je zondag. We gaan de vlog eindigen voor deze week, want we gaan morgen lekker ontspannen. Morgen is het moederdag. Voor alle moeders. Een hele fijne moederdag, iedereen. En gun je moeder de beste dag die er bestaat. Dus haal je beste beentje uit je bed morgenochtend.